Het asfalteringsproject in het district Para is gisteren officieel van start gegaan. President Chandrika Prasad Santokhi, vice-president Ronnie Brunswijk, minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken en districtscommissaris Marlene Joden gaven het startsein aan de Kennedyweg. Santokhi zegt dat het project een deel is van een groot infrastructureel plan. Minister, u heeft vandaag een deel van uw project gepresenteerd hier zo. Mijn regeringsraad heeft de minister het strategisch deel ook gepresenteerd van asfaltering van Sanderij naar Apura, van Nikeri naar Apura. Maar ook tegen de achtergrond van de strategische ontwikkeling van de brug over de Kantei-rivier, de highway van Guyana naar Brazilië, het brengen van vrachtvervoer, containers van Brazilië naar de shortbase in Nikeri, over die brug. En de strategische positionering van Suriname tegen die achtergrond van oil en gas. Santokhi zegt verder dat de toekomstperspectieven er heel gunstig uitzien. Minister Noor Mohammed zegt dat er nu een fase nadert waarbij samen met de wegenautoriteit invulling wordt gegeven aan het voortzetten van het programma, waarbij er in 2021 is gestart met de rehabilitatie van alle daartoe nodige wegen. De bewindsman merkt op dat zaken nu professioneel zullen worden aangepakt. De eisen worden verhoogd, ook omdat er meer middelen beschikbaar worden gesteld. We hebben onlangs een programma goedgekeurd gehad om wat wegen, vooral hoofduitvalswegen waar veel mensen op rijden, vooral om naar de stad te gaan. Zo hebben we wat wegen geselecteerd, zoals de Kennedy Highway, de Commissaris Wijtingweg, Van Hogerustraat, Gomperstraat. Dat zijn allemaal wegen, ook Quattaweg, Doktersbergmanweg, wegen die allemaal naar het centrum gaan, waar toch veel mensen over rijden. En de meeste wegen, eigenlijk heel veel wegen, zijn afgeschreven. Maar wat we nu proberen te doen, is om zeker de verzakkingen, die misselijke gaten, grote scheuringen wel, voor deze hoofdwegen, want ze zullen altijd een belangrijke hoofdweg hebben, duurzaam, professioneler te rehabiliteren. Dus soms ziet u ons met een schop en een kruiwagen asfalt zetten, dat is eerste hulp. Maar we hebben nu een programma waarbij we een aantal wegen in Para, Paramaribo, Wanica, hoofdwegen let wel, alleen waar de grote verzakkingen zijn, gaan rehabiliteren professioneel. En dat is wat je op de achtergrond ziet. Het eerste rehabilitatieprogramma zal ongeveer 3 maanden duren. Hierbij is er ook rekening gehouden met de regenperiode. Noor Mohammed merkt op dat vooral voor de wegen die veel worden gebruikt om naar het werk of naar school te gaan, voorkeur genieten.